Mijn naam is Aart Bloemendal. Mijn wieg stond in 1960 in het Veluwse Uddel. En ik was de vierde uit het gezin van vijf waar ik ben opgegroeid. Mijn vader die werkte in de kroondomeinen, in de Veluwe, in de bossen. En dat is altijd iets wat mij is blijven trekken. En ik ben geen zandhaas. Ik ben Ineke Bloemendal. Geboren in 1964 in Nieuwe Terra, een heel klein dorpje in de Vechtstreek rondom Utrecht. En in 1980 zijn we naar Uddel verhuisd. Daar had mijn vader een veebedrijf, met melkkoeien. En ja, daar heb ik de rest van mijn jeugd doorgebracht. En dat is ook de plek waar we elkaar hebben leren kennen. Dus zodoende dat we nu al bijna 35 jaar samen door het leven gaan. Nou, we hebben vijf kinderen. Waarvan drie getrouwd. De zoons, die zijn alle drie getrouwd. En twee wonen er in Groot-Ammers, onze vorige woonplaats. En eentje in Veenendaal. En we hebben een ongetrouwde dochter die ook in Groot-Ammers woont. En onze jongste dochter die studeert aan de CAE. Maar die zit ook op kamers. Want ja, Ederveen en Ede is een heel eind reizen. Dus vandaar moet je toch echt even op kamers. Ja, ja. Dus we brengen door de week eigenlijk de dagen samen door. En onze jongste dochter die komt toch wel met een vriend regelmatig in het weekend thuis. En onze middelste zoon die heeft een dochtertje van een half jaar. Dus we hebben één kleindochter. En daar genieten we intens van, ja. Wat zijn uw hobby's / vrije tijdsbesteding? Ja, dat is nogal wat hoor. Als ik tijd heb. Ja, nee, maar goed, ik plan dat ook in. Ik hou van buiten zijn, de natuur. Ik noemde net al even mijn vader die leefde in de bossen van de Veluwe. En dat vind ik ook prachtig, maar het waterland is ook mooi, het polderland is ook mooi. Dus, maar wel buiten zijn ben ik wel graag, zeker zo zaterdags. Wij wandelen graag samen ook, want voor Ineke is dat eigenlijk exact hetzelfde. Dus daar zijn we blij mee, dat we dat alle twee fijn vinden. We fietsen graag buiten. Dus dat is echt wel een hobby van ons. En verder voor mijzelf ook nog wel muziek. Met name ook klassieke muziek beluisteren dan. Ik heb vroeger wel eens een paar jaar orgelles gehad, maar ik speel niet veel meer. Maar vooral ook het beluisteren, dat is echt wel een hobby van me. Ja. Ja. En van de dominee zeggen ze altijd, je moet als hobby lezen hebben. Ja, dat is ook mijn werk en dat hoort er ook bij. En dat doe ik ook graag natuurlijk. Ja, want ik zie hier wel een piano staan, maar... Dan geef ik het woord aan Ineke. Oh. U speelt piano? Nou ja, ik vind het heerlijk om achter die piano te zitten en te zingen. Het is kwalitatief niet echt hoogstaand, maar prima voor binnenshuishoudend. Om jezelf zo een beetje te begeleiden vind ik heerlijk. Ja. Ja. Nou, we hebben het ook altijd veel gedaan en de kinderen waren er meerdere die ook muziek maakten, zeg maar. Onze jongste dochter speelt viool en nu komt daar niet zoveel meer van, omdat ze niet zoveel meer thuis zijn. We hadden er een met een dwarsfluit in de tijd en dan samen als gezin, we hebben hier wat gezongen rondom die piano, dus met elkaar. En als de kinderen er nu nog zijn op bepaalde gelegenheden, dan hoe groot ze zijn, hoe oud ze zijn, maar... Meestal komt toch even het moment. Vaak dan komt het er wel weer even van, ja. Mooi. Ja, ja, ja. Zijn er specifieke liederen die u graag zingt of graag beluistert? Als we het hebben over psalmen, vind ik psalm 27 wel een hele, hele aansprekende. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, dat ik Gods gunst genieten zou als ik daar niet vast aan had kunnen houden. Ook in moeilijke perioden die we hebben gehad. Dat is wel een heel mooie. Maar ja, verder zijn er zo ontzettend veel mooie liederen tegenwoordig. Ik ben daar ook een fervent luisteraar van. Jij luistert heel veel naar klassieke muziek. Nou, dat heeft ook wel mijn belangstelling. Maar ja, ik kan ook heel erg genieten van gospel. En dus ja, dan is er zoveel moois te noemen dat ik eigenlijk er niet zomaar één uit kan plukken en zeggen van... Ik ook wel. Het is eigenlijk heel breed wat we wel luisteren. Ja. Hè? Dat is echt... dat gaat inderdaad ook van gospel. Dat is ook weer via onze kinderen. Daar hebben we natuurlijk best heel veel van geleerd. Vroeger was me dat wel eens een beetje te hard. Maar dan kom je ook achter van... Er zijn nog geweldige teksten die daarin een rol spelen. En hoe ze dat dan weten te brengen. En
die je dan enorm veel vreugde geven. Cast and Crowns bijvoorbeeld. Dat is ja, zo geweldig. Sons of Korah, ja, ook zoiets. Ook een hele mooie. Ja, dus het echt... Letterlijk de psalm. Psalm 91 is voor mij ook een bijzondere psalm. Ja. Maar de Sons of Korah, psalm 91. Ik blijf dat mooi vinden. Ja. Dat is geweldig. 121. Vind ik ook 121, ja. Bijzonder is dat. Maar tegelijkertijd is het voor mij ook klassiek heel blijvend. En dan Bach springt er dan altijd uit. Maar ook dat is heel, heel breed bij mij. Het klassieke spectrum wat ik beluister. Ja. Gaaf. Niet altijd even mooi om aan te horen. Nou ja, kijk. Ik kan Bach beluisteren. Maar Arvo Pärt is voor mij ook... bijzonder. En niet allemaal, maar goed, ja, dat is dan voor Ineke wel eens iets minder weer. Geeft ook niet. Kunt u iets vertellen over uw leven voordat u predikant werd? Ja, dat kan ik zeker. Ik ben niet van jongs af aan, heb ik de focus gehad om predikant te worden. Eigenlijk helemaal niet. Ik heb vroeger mijn MAVO-diploma gehaald en toen ben ik bij een bedrijf binnengekomen en daar heb ik een heel aantal jaren gewerkt. Eerst nog in de productieafdeling en later op administratie. En heb in militaire dienst gezeten, dat ging toen nog, dan moest je voor je nummer zoals dat heette. Dus ik ben bij de luchtmacht geweest en daarna weer in het bedrijf en toen is uiteindelijk het verlangen in mij ontstaan om te gaan studeren. Ja, wat wil ik dan studeren weer? Ja, toch theologie. En daar ben ik vanaf begonnen en toen ben ik begonnen met lerarenopleiding. Godsdienstleraar, eerste graad, tweede graads, eerste graads en daarna ben ik eigenlijk pas doorgestroomd naar de universiteit. En ik was 38 toen ik dat allemaal afgerond had. Dus toen begon u echt... Als predikant of toen was uw opleiding klaar? Toen was mijn opleiding klaar en toen ben ik ook als predikant begonnen, ja. Ja. En waar was het toen, in welke gemeente, in welke plaats? Nou, ik ben dus eerst een aantal jaren al pastoraal werker geweest in de hervormde gemeente Hasselt, Overijssel. En in die jaren heb ik dus verder gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn beul gehaald, zoals dat toen heette, en mijn kerkelijke opleiding gedaan. En daarna ben ik in 1998 ben ik begonnen als predikant in de hervormde gemeente Meeuwen en Haaghoort. En voor degenen die waarschijnlijk niet weten waar dat ligt, dat is in de buurt van Wijk en Aalburg, Veen, in die omgeving. En daar ben ik begonnen. En hoe lang heeft u daar gestaan? 4 jaar. Goed 4 jaar. En toen zijn we verhuisd naar het Wilde Westen, zeggen we wel eens. Naar Albeijeland, onder de rook van Rotterdam. En daar hebben we 5,5 jaar mogen doorbrengen. Het mooie van het predikantschap is dat je bezig bent met als een soort verkoper. Met een koopwaar aan te prijzen wat eeuwigheidsbestendig is. Nou, waar vind je de koopwaar dat de eeuwigheid verduurt? Dus dat je echt bezig bent met de dingen die ertoe doen in het leven. Hè? De Bijbel die zegt van een mens die is uiteindelijk geschapen om God te dienen. Dat is het hoogste doel wat je kunt bereiken. Maar wat God je wil geven, hè? Wat hij je wil schenken. Waar je bent kwijtgeraakt en wat God je weer geeft. En ja, daar mag je mee bezig zijn om mensen daarin te helpen dat levensdoel te vinden, zeg maar. Dat aan te prijzen en zodat mensen ook echt weer gaan ontdekken waar ze voor bestemd zijn. En de mens wordt nooit gelukkiger als hij tot zijn doel komt, toch? Ik ben opgevoed met de gedachte van een mens moet bekeerd worden. Hè? Je moet Heer Jezus leren kennen. En dat is het zo'n beetje. En dat is natuurlijk ook waar het om draait, kun je zeggen. Hè? Maar, ik heb ook wel eens gezegd, maar dan begint het pas. Hè? Het leven met God begint dan goed beschouwd. En het gaat juist ook om dat leven met God. Hoe je daarin mag groeien en hoe je meer en meer ook gevormd kunt worden door de omgang met de Heer Jezus, door de omgang met de Bijbel, door je gemeente om je heen, door de omstandigheden in je leven, ook de moeilijke dingen in je leven, dat je als het ware steeds meer gevormd wordt naar het beeld van Christus. En dat is iets wat ik wel geleerd heb door de tijd heen. Dat was niet van meet af aan dat ik dat voor ogen had. En hebt u anderen dat ook kunnen leren? Of ziet u dat nog steeds gebeuren, ook in die gemeente?
Ja, ja, je ziet dat gelukkig gebeuren. Je zou het alleen graag meer willen zien. Dus dat is wel echt een doel waarvan u zegt van dat is ook echt iets wat ik graag wil zien in mijn gemeente, wat ik echt mooi vind. Ja, 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 ja. We lazen vanmiddag aan tafel uit de Bijbel. Ik schiet me nou eens te binnen uit Efeze 4, dat tweede gedeelte. En dat zegt dat ook zo mooi, van als je nou, ik zeg het even met eigen woorden, als je met Christus leeft, dan leef je niet meer zoals de ongelovigen in de zinloosheid van je denken. Hè? Dan heb je de doelloosheid, leegte van je denken. Hè? Het begint ook met je denken. Maar je wordt vernieuwd in je denken. Je krijgt een andere denkrichting. Richting God, zeg maar. En dat, ja, dat is een hele vernieuwingsbeweging die dan plaatsvindt als je omgaat met Christus, met het woord van God. En de Heilige Geest die komt daarin mee, die gaat jou dat leren. En dat je daarin gebruikt mag worden als dienaar van God, zeg maar, dat is heel rijk. Dat kun je niet omschrijven. Ja, en dan natuurlijk Barneveld, hè? Waar denkt u aan bij Barneveld? Kippen. Ballonfiesta. Ja, ook eentje. De Bondsdag van de Vrouwenbond. Die is ook altijd in de Veluwaal. Nee. Hoe lang kent u het al? Sinds u hier bent gaan wonen? Of kent u het al langer? Ja, van Urrel van vroeger al, hè? Urrel ging al wel eens boodschappen doen. Een keertje winkelen naar Barneveld. Ja, dat was een uitje. En dan ga je winkelen naar Barneveld. Ja, dat. Vanwege het centrum dan of zo? Ja, gewoon vanwege het winkels. Toen zaten alle winkels nog vol. Oh ja. Toen zijn we ook wel eens bij de Ballonfiesta geweest. Ja, toen zijn we ook bij de Ballonfiesta geweest. Ja, ja, dat weet ik nog. Ja. Met de kinderen als ze klein waren. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wat dacht u toen u voor het eerst dat beroep binnenkreeg vanuit Barneveld? Wat was de eerste gedachte die bij u opkwam? Nou, ik had er nooit aan gedacht. Barneveld. Kijk, je weet wel, als predikant in de hervormde kerk na 4 jaar, dan is het mogelijk dat je weer een beroep krijgt. Ik had dat ook niet zo verwacht, want op een gegeven moment dan heb je een bepaalde leeftijd. Die kun je uitrekenen vanaf 1960 geboren, hè, dat mijn wieg in Urrel stond. Dan loopt dat ook niet zo hard meer. En Barneveld, ja, ik had me ook niet gerealiseerd dat daar een vacature was of iets dergelijks. Dus ik was heel verrast toen ik daarover gebeld werd. Ja, ja, kijk, vaak is het zo, als je beroepen wordt, dan kom je kennis maken. Dus het is niet alleen die dienst die je dan gaat houden, maar daarna mag je mensen handen drukken, er ontstaat wat gesprekken. Er is een kennismakingsdag of zo, waarin je tal van gemeenteleden ontmoet, spectrum van de verschillende verenigingen en catecheses en noem maar op. Ja, en dat zal nu straks ongetwijfeld wat minder zijn en dat is wel, wel erg jammer. Vandaar dat wij ook graag ingingen op de mogelijkheid om op deze manier toch wat meer aan de gemeente mee te geven van wie wij dan zijn. Ja, dan alleen maar een foto of en, zo. Dus, maar goed, we hopen ook wel een beetje een beeld te krijgen van de gemeente, ja, ondanks dat de mogelijkheden beperkt zijn. Ja. Ja. Waar word je blij van? Ik word blij van toen ik gisteren weer met mijn kleindochtertje aan het spelen was op de vloer, daar word ik heel blij van, op het kleed. Half jaar, zie de ontwikkeling van een kind. En dat zij opgroeit in het gezin van mijn zoon, mijn schoondochter, die samen ook God willen dienen. En mijn kleinkind willen opvoeden in de dingen van Jezus Christus en van de Bijbel. En daar word ik zo ongelooflijk blij van. Dat ook mijn kleinkind daarin opgroeit. En dat zie ik zo ontzettend graag. Gezinnen die stabiel zijn, stabiel willen zijn, waar ze voor willen vechten, huwelijken waarvoor gevochten wordt om bij elkaar te blijven. Om God te leren kennen, God te dienen en dat weer door te geven aan je nageslacht. Daar word ik heel erg blij van als ik dat zie om me heen. Ja. Hoe ervaart u het nu deze tijd? Zwaar. Heel zwaar. Ja. Met name ook om deze dingen. Maar dat je... Ja. Ja, kerkdiensten waarin minimum aantal mensen zitten, mensen moeten thuis zijn. Ja, hoe zwaar is dat ook voor de gemeenteleden, zeker voor je gezinnen met kinderen. Hè, dat is natuurlijk ontzettend zwaar ook, maar ja, als predikant vind ik het ook zwaar om maar heel veel je moeten focussen op een camera in de kerk. Terwijl die stoelen en die banken voor het grootste deel leeg zijn. En ik maak me daar ook wel heel veel zorgen om. Hoe zullen we daar uitkomen straks als gemeente? Hoe zal ik dat zeggen?
kijk, jongeren die hebben nog een heel leven voor zich. Ik had pas had ik een groep jongeren bij de maquette staan van de tabernakel. We hebben hier in de consistorie op momenten een maquette van de tabernakel staan. Ik had een groep catechisanten die ik daar een stukje uitleg gaf. En dat je wanneer je de poort doorgaat van die tabernakel, dan leert die tabernakel ons nog heel veel over hoe het leven met God eruit ziet. Over de heiligmaking en het dichter bij God komen. Want helemaal in dat heilige der heiligen, daar woont God pas. Kijk, in het Oude Testament is dat een hele afstand. Maar in het Nieuwe Testament is het voorhangsel gescheurd. En door Jezus Christus mogen we de vrijmoedigheid hebben om te gaan. Maar toen had ik het erover met die jongelui, dat ik zei van, kijk, dus als je die poort doorgaat, en die poort is Jezus Christus, hij is de deur. Hè? Als je door hem naar binnen gaat, dan ga je het ook pas leren wat het betekent. Leven met hem. Dienen, hem dienen. En dan is het zo mooi als je dat van jongs af aan gaat leren. En dat je met hem gaat wandelen. En toen vroeg ik aan een van die catechisanten, ik zeg van, hoe oud ben jij? 16, hè? Ik zeg, ja. Ik zeg, hou je van de Heer Jezus? En toen zegt ze, ja. Gewoon spontaan, ja. Ik zeg, daar word ik nou zo blij van. Ik zeg, want als jij, ik zeg, ik ben al 60. Ik zeg, als jij 60 mag worden, maar misschien ook wel 80. Ik zeg, hoeveel wil de Heer jou nog leren in jouw jonge leven? En wat kun je voor hem nog betekenen in deze wereld? Voor de Heer, daar moet je zo over nadenken. Ja. En dat is iets wat ik tegen jongeren zou willen zeggen. Ja. Geef je hart vandaag nog aan de Heer Jezus. Ja, dat is ook mijn prediking. Ja. Zo stel ik me op. He? En wijd je toe aan de dienst van de Heer. En je wordt verwonderd over wie hij is, maar ook over wie je zelf kunt worden als je hem valt. Ja, er is niets moois. Er is niks moois. Nee. Ja. En dan ga je steeds beter verstaan. Maar je moet gewoon eerst die poort door. Je moet die deur binnen. Ja. Ja. Want dan ga je het ontdekken hoe mooi het is. Ja. Als je buiten blijft staan kijken, dan kijk je tegen die omheining van die tabernakel aan, om het zo maar eens te zeggen. Ja, wat zie je dan? Ja. Zoals mensen soms van ver naar die kerk kijken. En zeggen, ja, wat is er nou voor leuks aan in die kerk? Ik kom binnen. Dan gaan we het ontdekken. Nou, dat is ook naar jongeren toe kwijt willen. Ja. Ja, nou ja, ik zal nog wel één punt. Ik zal nog wel één ding willen zeggen. We gaan natuurlijk nu een traject in van overwegen, gebed. Welke weg wil God met ons gaan? Onze plek is hier in Ederveen. En de roep komt vanuit Barneveld. En wat mijn verlangen is, dat het ook voor Barneveld een zaak van gebed is. Zodat wanneer ik naar Barneveld zou komen, dat ik niet kom omdat ik dat leuk vind. Of omdat er van die aardige mensen wonen. Want het zullen ze ongetwijfeld zijn. Maar omdat we daarin de roep van God herkennen. Zodat Barneveld een dominee krijgt uit de hand van God. En dan komt het echt goed. We hebben geleerd op een gegeven moment, we hebben natuurlijk in het verleden heel wat keren in die situatie gezeten van beroepingswerk. En het is altijd weer een hele strijd om voor jezelf de dingen uit handen te kunnen geven. En te zeggen op dat moment, nou mag u het zeggen, Heere God, al is het aan de andere kant van de wereld. Ik ben bereid om te gaan. Hè? En dat is iets wat ontstaat door gebed. Je overweegt alle dingen. Maar op een gegeven moment blijft er één ding over. Herken ik hierin de roep van God? Komt die over of niet? Hè? En dat is het, we zoeken zijn wil te gaan. Ja. En dan kan iedereen er ook vrede mee hebben. En anders dan lukt het ook niet. Anders is het ook niet goed. Nee.